Goedendag, dames en heren. Een korte etappe slechts met een nijdige laatste klim. En dan? Dan is iedereen in Annecy. En wat gebeurt er dan verder? Dan rij je verder. Er moeten 4800 mensen van Annecy richting Parijs gaan, op een of andere manier. Nog maar 118 kilometer. Parijs is nog ver, inderdaad. We zitten in Beaune, in de Cave de Patriarche. En de 1, 2, 3 van Catherine Ferry slaat natuurlijk op het feit dat de nummers 1, 2 en 3 vandaag vast kwamen te staan. Want morgen is een promenade, zoals u weet. En het is een verrassende etappe geweest, daar gaan we straks over praten. Maar we zitten hier in zo'n kaaf. Als we hier nog anderhalf uur snuiven, dan zijn we alle vier zijn we heel erg beschonken. Dat zullen we niet doen. Laten we nou eens teruggaan eventjes in de tijd. En laten we bedenken dat we 3 weken geleden met z'n vieren aan tafel zaten in Corsica. En toen bespraken we een etappe waarin eigenlijk de toon werd gezet voor een Tour de France die steeds bewoog. Of niet bewoog. Als er een bus vast stond. Dat is maar 3 weken geleden. En bij deze valpartij lag Bauke Mollema. Links bij die lantaarnpaal. Hij zit nu op de bibs en hij krabbelt nu omhoog. Dat is maar 3 weken geleden. Toen zaten we op Corsica, toen zeiden we allemaal, oh, wat is het hier mooi en wat is het hier leuk en wat gaan we tegemoet zien? Dat wisten we toen niet. We wisten niet dat er een Duitse machtsprinter was die 3 etappes ging winnen en die het hier nipt van een Noor weet te redden. Maar Kittel bevestigt daar dat hij een hele goede sprinter is. Dat is slechts 3 weken geleden. En toen begon het feest bij deze ploeg. Het jongensgezelschap Argos. 3 weken geleden. Wat is er allemaal gebeurd? We hebben volgens mij een ongelooflijk leuke Tour de France gezien. Ik kan me eigenlijk... Mijn allereerste Tour was die van 1989. Nog steeds bekend staan als de mooiste Tour na de Tweede Wereldoorlog. Maar ik vond dit, misschien wat spanning betreft niet, maar wel wat ontwikkelingen betreft... Wat eigenlijk tot op de dag van vandaag verwacht ik eigenlijk niet zo heel veel van. Werd toch weer een hele leuke etappe en zo is het eigenlijk heel toegegaan. Nou, ook wat spanning betreft, volgens mij. Er was zelfs nog niet iedereen die 100% zeker durfde te zeggen van Froome, oppermachtig die ook was, die 3 weken. Moeten toch nog even... Tijd schudt zijn hoofd, maar soms had je na de eerste bergen, de eerste bergketens, was het beslist met Armstrong en Indurain. Froome was wel echt, hij stond wel echt boven iedereen. Ja. Maar het was volgens mij heel erg nodig omdat we vorig jaar een tour hebben gehad waarin Sky eigenlijk vanaf het begin tot einde op kop heeft gereden. En dat werd gezien als heel saai en heel voorspelbaar. Mm-hmm. En ze werden toen nauwelijks aangevallen. En nu was 1 was Sky niet zo oppermachtig. En het andere was dat er gewoon heel veel van die bergop. Het was jammer dat er nog niet iets meer concurrentie was. Dat Contador niet iets beter was. Ja. Dat misschien was het nog leuker geweest als Wiggins niet aan de drank was geraakt. Want dan had je nog wat meer ontwikkelingen kunnen krijgen. Het parcours doet veel. Hè? De tourorganisatie heeft ook heel goed gekeken naar Giro en Vuelta. Ze zei van, jeetje, waarom die spanning altijd, waarom die belangstelling? En hup, we doen gewoon tot en met de zaterdag, voordat we naar Parijs gaan, nog even een aankomst. Ja, maar daar zijn ze toch bedrogen uitgekomen. Want de renners maken de wedstrijd, niet het parcours. Ik vind niet dat het Tour echt een heel fijn parcours heeft gemaakt. Ik vind die laatste 3 dagen... Nee, dat kwam niet uit. Omdat ze te moe zijn om nog... Ja, maar dan moet je niet een etappe maken met nog... Zoals die etappe van gisteren bijvoorbeeld. Nee, zoals vandaag wel. 150 kilometer. Die was mensvriendelijk. En bergop. Gisteren niet op Glandon beginnen. Ik ben heel erg voorstander van etappes zoals vandaag. Want je krijgt altijd vuurwerk. Je krijgt altijd... Je zag het gewoon, het verschil tussen etappen van gisteren, waarin renners 5 calls voor de kiezer krijgen en gewoon temporiseren. En de hele dag is eigenlijk iedereen doodgeslagen. En vandaag is het kort en krachtig. Nu is er 1 ding opmerkelijk. Jij hebt de hele tour gedaan. Jij bent even naar huis gegaan. Jij bent dus naar Sitges, want daar woon je, in Spanje gegaan. En jij bent even met vakantie tussenin gegaan. Ja, wat gebeurt er met een levend wezen dat de tour in zit en eruit gaat en weer terugkomt? Is het gek? Nee, dat is helemaal niet gek, want je blijft hem natuurlijk gewoon volgen. En ik moet zeggen dat de manier waarop je een tour volgt, het beste volgt, is voor de televisie. En of die televisie nou staat in Italië of in Spanje of in Nederland. Maar jij krijgt minder, want die Italianen die zonden veel meer uit. Ja, dat deden dat nog verkeerd. Maar ik vind dat niet zo blij. Maar als het grootste verschil vind ik toch wel dat je eenmaal, als je weer weg bent, ontdekt dat de rest van de wereld ook nog steeds blijft bestaan. Dat je weet, er is niet zo gek veel gebeurd trouwens. Dat scheelt er weer. Er zijn geen grote rampen gebeurd of wat er ook. Maar ik kan me herinneren, als je 3 weken in de Tour zat, dat je echt nauwelijks de tijd hebt om je te interesseren voor andere zaken.
raken, om de kranten te lezen, om tv te zien. Je zit in de Tour rond de wereld op twee wielen. Punt. Ja, absoluut. Overigens is het wel weer grappig, nu je terug bent, heb je weer die rollende Spaanse R in je taal. Sí, señor. Ja, daar kunnen we niks aan doen. En jij hebt alle recht van spreken, want jij bent de enige van ons vieren hier aan tafel die iedere etappe een stuk gereden heeft. Ja, bijna. Ja. En vandaag? Wat heb je vandaag gedaan? Vandaag een kilometer of 80, denk ik, over het parcours. Ja. En wie kwam je tegen? Wie kwam ik tegen? Ja, ik je hebt een foto meegenomen. Van? Ik dacht een man met de hamer of zo. Die had er ook kunnen staan. Dat staat namelijk op mijn papier. Foto ouders Quintana. Mm. Ja, was je dat vergeten? Nee, ja dit was prachtig. Ja, bedoel, dit is... Weet je wat, ik heb dit soort foto's van Quintana. En er was eentje voor de Tour, die was misschien nog wel mooier, waar die werd gezegend door een priester ergens in een achteraf straatje waar allemaal Colombianen om de hoek keken. Ik heb het gevoel bij dit soort foto's alsof het 1960 is of 1950. Is het van die oude tourfoto's die je ziet uit een hele andere wereld, heel ver weg. Maar moet je kijken wat mooi dit is. Het was vandaag nationale feestdag trouwens in Colombia. Dia de la Independencia, van de onafhankelijkheid. Dus al een hele grote feestdag. En Quintana zei dat ik dit mijn land op zo'n dag ook nog deze vreugde extra kan bezorgen. Dat is wel heel erg mooi. Toen hij de Tour de l'Avenir won, toen werd hij al ingehuldigd door de president. Ja. Ik weet niet wat er straks had gebeuren als hij thuis kwam. Bauke Mollema won dat ook. Ooit. Ja. Zou die binnengehaald zijn door Mark Rutte? Denk je? Nee. Mark Rutte weet dat de Tour de l'Avenir is. Nee, die weet niet wat de Tour de l'Avenir is. Dat denken wij ook. De etappe van vandaag is een korte. En hij eindigt eigenlijk boven Annecy. Daarboven, waar het wat frisser is, maar niet zo fris. Er wordt gesprint en niet altijd even netjes gesprint. Roland en Anton zijn het hier niet met elkaar eens. Die Roland, die wil kosten wat kost, dat heet koet koet. In dit land wil die winnen, die bolletjes trui. En dan zegt Anton, vader, let nou eens even op wat je doet. Je mag best fanatiek zijn, maar let nou op, je rijdt mij in de hekken. Ik wil vandaag voorzitter zijn van de fanclub van deze man. Jens Voogt gaat dan op avontuur. Zoals alleen een 41-jarige baroudeur op avontuur kan gaan. Daarachter rijden mannen die toch wel nog goede benen hebben. En daar rijden wat elementen in waarvan je denkt, nou, Riblon is erbij. En Gilbert is mee. Maar ja, dan heb je altijd Voogt. En zelfs voor Voogt is het wel eens wat te veel. Let op. 1, 2... wegwezen. Ik doe dit alleen. Ik neem alleen afscheid van de ronde. Jullie zijn runderen en ik rij verder. En het peloton volgt op afstand. En dan is er de eerste keer pech voor Kreuzinger. En Kreuzinger heeft een moeilijke zaterdag. Kreuzinger lijkt nog wel kans te maken op iets van een toppositie. En dan is dit opvallend. Voor de tweede keer in de Tour dat het mechanisme bij BMC-fietsen helemaal niet werkt. Dat is een hele dure faalzaak. Gilbert blijft even staan. Dan komt het peloton met de man in het geel in het midden. En Gilbert gaat zich vast douchen als die wordt ingehaald. Dan, wat gebeurt er? Op de laatste klim. De laatste klim die een klootzak genoemd wordt door sommige renners, omdat die te steil is. Daar zegt Van Garderen, laat mij nou eens proberen om dat te gaan doen. En Roland is op. Hij is gewoon op. Hij kan niet meer. Het lukt hem niet meer om in het wiel te komen. Roland weet dat hij vooraan moet eindigen. Dat wist Andy Schleck van deze Tour. Maar hij wordt er al afgepierd. Maar dat is gebeurd ook bij anderen. Kwiatkowski gaat eraf. Felix gaat eraf. Het zijn allemaal namen die in de kantlijn weliswaar meededen. En die moeten sneuvelen omdat de Spanjaarden en de Engelsen vooraan vaart maken. Rui Costa. Wat heeft hij een prachtige Tour gereden. 2 etappes gewonnen. En hij geeft hier een keer gas. En dan komen ze dichter bij Voogt. En het is 10 kilometer nog te rijden. En dan voel je als fan van deze man dat het pijn gaat doen. Vogelsang. En waarom kijken we naar deze groep? Ook Bauke Mollema moet lossen. Langensendam is er dan al af. En die zit hier een minuut of 2,5 achter. Dit is het verdict van de laatste berg. Dit doet pijn voor al zijn fans over de hele wereld. Ik ledig mijn neus in waardigheid, zegt hij. Kreuzinger inmiddels is aan een remonte bezig, want hij denkt misschien moet ik nog gaan helpen. Vooraan is er ineens Froome, die dat idiote tempo, wat hij zo ineens kan organiseren in dat lijf van hem, dan doorduwt. Kijk eens, die omwenteling. Museeuw telt ze thuis altijd en dan weet hij of het goed zit. En hier rijdt hij van iedereen weg. Contador eet zwart brood. Porte denkt, ik zit hier goed. Ik hoef hier niks te doen.
Mijn man is van voren weg. En hier. Nog eens een keer kijken hoe dat gaat. Dan zijn die twee Spaans sprekende, Quintado en Rodriguez, die zijn even met elkaar bezig. Even kijken waar Bauke Mollema ook weer uithangt. Eigenlijk steeds in de omgeving van Vogelsang. De geklopten van vandaag. Jongens die alleen maar dorst hebben. Bauke Mollema nam hier trouwens niks aan. Dan komen de twee Spaans sprekenden. Die komen daar vooraan te zitten. En er geeft Froem een rechter uppercut. Het publiek gaat heel ver in deze ronde. Misschien dat we daar zo direct nog op terug kunnen komen. Hier is Contador en dansant. Kreuzinger heeft een geweldige jump moeten maken om bij hem te komen. En over een geweldige jump gesproken. Dit is geen geweldige jump. Daar waar hij straks moest inbinden, omdat zijn demarrage te heftig was, is dit eigenlijk een truttige beweging van Froome. Froome is ook moe. Froome is ook maar mens en moet dat vandaag zien. En daar gaat dus op de Colombiaanse Vrijheidsdag. Dat kleine mannetje, ik zeg het u nogmaals. Hij stopte met koersen na Luik-Bastenaken-Luik. Hij ging als het ware in de grootste zuurstoftent van de wereld, Colombia, liggen. En hij plukt de vruchten. Rodriguez neemt dan ook nog afstand. En Froome moet genoegen nemen met de derde plaats in de wedstrijd. Hij nu doet goede zaken. Wit, bolletjes, etappe, eeuwige roem in Colombia. Rodriguez komt het podium op. En daar is pas de gele trui. Hij is dus menselijk. Goddank dat hij menselijk is. En daarachter alles en iedereen verslagen. Mollema en Vogelsang, thank you mate. 3,55 achterstand. Dat allemaal bij dat fraaie meer van Annecy. Quintana wint voor Rodriguez, Froome, Valverde, Porte. Talensky maakt een prachtige sprong. Contador, Cadre ineens. Hernandez, Kreuzinger en Bauke Mollema is de beste. Hij wordt 16e in deze etappe en hebben dat gehad. Wie? Froome, menselijk. Menselijk? Je moest lachen. Hij zei, heeft vanmiddag geïnterviewd door de Franse televisie. En dan zei die meneer van, ging even weg en dansant. En toen zag je hem kijken en zei, van, wat bedoelt deze gewoon? Dansend weg? Waar heeft hij dat? Toch een vrij algemeen bekende wielerterm. Not for geen him. Idee. Geen idee. Nee, helemaal niet. Kwam niet in zijn gedachten op. Maar was het niet leuk dat hij gewoon zichzelf waarschijnlijk overschatte en dus tegenkwam? Ja, nou, het is de afgelopen dagen natuurlijk al iets meer gebeurd. Op Alpe d'Huez kreeg hij wel een flinke nokkie. En natuurlijk is het leuk. Je wilt zien dat er niet de hele tijd dezelfde renners winnen. Dat is leuker voor de spankracht. Weet jij wat hij doet als hij steeds zo naar beneden kijkt? Nou, het is hij een kijkt tik. Toch niet naar zijn... Het is gewoon een tik. Ja, hè? Ja, het is niet dat hij naar... Iedereen denkt dat hij naar zijn SRM-meter zit. Nee, hij kijkt verder naar beneden. Hij kijkt naar zijn krenkstel. Het is echt een tik. Volgens mij, ja. Nicky Terkstra had gisteren een leuke tweet van... Hij kan eigenlijk niks. Hij kan niet in waaiers rijden. Hij kan niet vanaf zijn fiets normaal zitten plassen. Hij zit erbij alsof hij een postbode is die brieven gaat rondbrengen. Maar hij rijdt wel hard. Hij rijdt zo ongelooflijk snel. En nou ja. Vandaag ietsje minder snel, maar ja, nog altijd de beste. Hij hoefde ook niet natuurlijk per se. Had nog wel de trots om het te proberen. Maar ja, je had twee mensen die iets minder vermoeid die derde week in gingen. Hij is zo goed dat hij de Onzen, het bekende duo Bouw en Lau, op de 6e en de 13e plaats heeft gezet. En waar zitten de Onzen op het ogenblik? Goedenavond, heren. Wij zitten in Boom. En jullie zitten waar? Ja. Ik weet hem. Ex-Libben. Dat is 250 kilometer achter ons. Ja. Okay. Er zit overigens, jongens, en dat zeg ik ook tegen de mensen in Nederland en België die kijken, er zit een ernstige vertraging op de lijn, daar kunnen wij niks aan doen. Dus als ik een vraag stel, dan zal er een stilte blijven hangen. Bauke, de hele dag ben je met Vogelsang vriendjes geworden. Ben je tevreden over wat je gedaan hebt vandaag? Ja, zeker. Het was het doel vandaag om die zesde plek te behouden. En dat is gelukt. En het verschil met nummer 5 was gewoon zo groot. En, ja, je wist gewoon dat niet meer ging lukken. En ik heb nog wel geprobeerd natuurlijk als de benen echt goed waren om die eerste bij te houden. Maar dat zat er niet in. Dus dan heb ik me op Vogelsang gericht. Wat heb jij gedaan, Laurens? Waar zat jij? We hebben je nauwelijks kunnen zien. Heb jij een groepje gezocht? Waar ging je eraf? Aan de voet ging ik eraf toen ze aangingen. Ik heb de hele dag, was ik al aan het afzien. En toen ze aangingen aan de voet moest ik eraf. En ben ik omhoog gesleept door onze Noorse vriend Lars Petter Nordhaug. Wat gebeurt er met een mens die van zichzelf voelt, ik kan niet meer? Ja, dat is een raar proces natuurlijk. Ik bedoel, ja, je zit gewoon 3 dagen lang, zit ik eigenlijk op iedere klim aan mijn limiet.
en heel erg af te zien. Terwijl de eerste twee weken vanaf Corsica liep het als een trein. En toen zei ik de eerste dagen continu tegen Marijn Zeeman dat ik aan het trainen was, zeg maar. Hoe was het vandaag trainen, weet je wel? Dat ik niks voelde. Maar dat was de afgelopen drie dagen was het geen trainen meer. Waar is bij jou de kaars uitgegaan? Was dat eergisteren al? Ja, ik ben gevallen in die tijdrit en heeft toch iets meer impact gehad dan ik op dat moment zelf dacht, blijkbaar. Want tot die tijd reed ik eigenlijk elfde plek in de tijdrit. En dat heb ik nog nooit gedaan in de Tour. Dus tot die tijd was de conditie super en daarna haalde ik gewoon mijn niveau niet meer. Bouke, heb jij de beelden van jezelf teruggezien zoals je eergisteren en gisteren aankwam? Nee. Zou je ze willen zien? Nou, ik hoef ze niet per se te zien nu meer. Ik weet niet of ik daar moraal van krijg vanmorgen. Maar ik kan denk ik me wel een beetje inbeelden hoe dat eruit ziet. En dat geeft denk ik wel goed weer hoe ik me op die momenten voelde. Ja. Een heel land voelde met je mee. Toen je gisteravond naar je nest ging, was het toen alleen maar slapen, slapen, slapen en hopen dat je vandaag doorkwam? Of was dat nog iets van iets anders in je lijf? Gisteravond had ik wel weer het gevoel dat het goed ging komen eigenlijk vandaag. Het was meer die dag daarvoor bovenop Alpe d'Huez dat ik gewoon zo helemaal leeg was en echt totaal geen energie meer over had. Dat ik niet weinig vertrouwen eigenlijk had in die dag daarna, zeg maar, de rit van gisteren dan. Dat goed zou aflopen. En ja, gelukkig kwam ik er doorheen. En gisteravond voelde ik me gewoon alweer beter worden, zeg maar. En de energie kwam terug in het lijf. Dus ik keek vanochtend, zeg maar, echt wel met vertrouwen weer uit naar deze rit. Hey, Bouke, heb jij een moment gehad? Laurens heeft zijn val gehad. Heb jij van, het zelfvertrouwen was enorm groot na de Pyreneeën, na die tijdrit. Je bent ziek geworden of een beetje ziek. Heb jij een idee gehad, waar heeft het aan gelegen dat je ineens leeg voelde? Gewoon zo ongelooflijk hard gereden dat er geen energie meer over is? Of is het wat anders geweest? Ja, ik weet het niet precies. Ik denk gewoon dat het misschien een klein infectietje is geweest. Kijk, je leeft in de Tour natuurlijk echt op de grens en je vraagt zoveel van je eigen lichaam. En ja, dan is een verkoudheidje of een bacterietje snel opgelopen. En ik ben in ieder geval blij dat ik zo snel weer hersteld ben, dat ik in ieder geval die zesde plek nog heb kunnen behouden. Hey, Bouke, weet jij hoeveel het scheelde in de eerste rit met die lantaarnpaal? Heb jij die beelden teruggezien? Ja, die heb ik wel regelmatig teruggezien. Zeker die eerste dagen. En dat is wel. Dat is de Tour, zeg maar. Je moet gewoon geen pech hebben. En een beetje geluk misschien. Kijk, de Tour is met valpartijen en alles wat erbij komt kijken. Je moet gewoon niks tegenkomen. En daar heb ik gewoon heel veel geluk gehad die dag. Want als ik daar op die lantaarnpaal vlieg, dan had ik hier waarschijnlijk niet meer gezeten. Laurens, ik heb in de boeken gezien, je bent al twee keer als beste Nederlander uit de Ronde van Frankrijk gestapt. Je hebt je verleden jaar bewezen in de Vuelta, waar je bij de eerste tien hoorde. Je zult nu als dertiende aankomen. Dat wil geen mensen, omdat 13 nou eenmaal een rotgetal binnen de wielrennerij is. Maar kijk nou eens terug. Is er enig moment dat jij zegt van ik moet ontevreden zijn? Wij allen denken van hartstikke goed gereden. Ja, nee, kijk, het begint nu wel een beetje te settelen. En zo direct naar de finish. En als je in drie Alpenritten zo aan het afzien bent, dan baal je daar een beetje van. Maar ik kijk nu vooral inderdaad ook met trots terug ook op die eerste twee weken, waarin je gewoon met de wereldtop meedoet. En waarin ik ook van zijn grote steun voor Bouke was. En ik denk dat wat dat betreft, ik hoorde zelfs van journalisten dat we het wielrennen terug hadden gegeven aan het volk. En als je dat hoort, dat is wel het mooiste compliment wat je kan krijgen natuurlijk na drie weken Tour. Ja, maar ook aan het journalistenvolk. En dat zegt misschien wel meer. Want er gebeurde iets enorms in het land. Er werd alleen maar over jullie geschreven in overtreffende vorm. Dat jullie ons blijheid hadden teruggegeven. Ja, dat, nou ja, wat je nu zegt is weer een enorm compliment. En blijheid geven aan de mensen, dat is het mooiste wat je kan doen als wielrenner of als sportman.
Dat, ik weet nog hoe ik als klein jongetje blij werd van sporters en van goede tours. En dat ik iedere dag vol spanning voor de tv zat. En als dat nu 3 weken in Nederland het geval is geweest, daar ben ik alleen maar heel trots op. En blij dat ik daar een steentje aan heb bij kunnen dragen. Maar ja, als je op het moment zelf dat je in de tour zit, krijg je dat niet zo mee. Maar de komende dagen, ik heb vanmiddag al gezegd, ik denk dat in de criteriums dat je dan pas meekrijgt hoeveel het in Nederland geleefd heeft de afgelopen 3 weken. Hoeveel van die dingen ga jij rijden? Nou, vooralsnog ben ik van maandag tot maandag onder de pannen, de eerste 8. Dus het wordt weer een mooie ronde door Nederland met vrouw en kind. Oh, je neemt ze wel mee. Je gaat nu heel sociaal doen. Ja. Nee, ik ga niet weer alleen op pad. Dus ze gaan gewoon mee. En ze zullen niet alle criteriums meegaan dat ze dan, op de camping blijven. Want ik ga het weer met het campertje doen. En dan zijn we overdag op ons gemak. En s'avonds dan gaan we de criterium circus in. Oké, Bouke, met de macht van de sociale media, heb je daar überhaupt op kunnen reageren, willen reageren? Weet jij wat je allemaal los hebt gemaakt bij ons? Nou, niet echt. Kijk, je krijgt natuurlijk zeker de afgelopen week wel het een en ander mee. En ja, dan hoor je al wel hoe enthousiast de mensen in Nederland zijn geweest. Naar aanleiding van onze prestaties hier. Dus dat is wel een heel mooi gevoel. Maar je probeert toch, als je in de tour zit, gewoon je nog te focussen zeg maar, op de ritten zelf. En je zoveel mogelijk daarvoor af te sluiten. Ik wil dus vragen of dit hoop geeft voor de toekomst. Deze Tour is nu bijna afgelopen, maar met deze ervaring allebei derde en vijfde hebben gestaan in de Tour de France. Dat geeft zelfvertrouwen. Geeft het ook moed voor een volgende ronde? Dat je nog beter gaat weten hoe die aan te pakken, hoe 3 weken goed te blijven. En dus bijvoorbeeld volgend jaar weer met die allerbeste mee te kunnen doen? Ja, zeker. Dat is absoluut zo. Kijk, deze ervaring van deze 3 weken afzien op het hoogste niveau, die steek je in je zak. En daar doe je volgend jaar ook wat mee. En ook de voorbereiding hier naartoe, zeg maar. Hoe je hier naartoe hebt gewerkt als ploeg en in training. En ja, dat geeft je wel ervaring mee voor volgend jaar. En dan zijn we ook weer een jaartje ouder. En ik ben nu 26, dus ik denk wel dat ik nog een jaar of 10 die Tour zal kunnen rijden. Weet je nu al wat je hiervan hebt opgestoken? Nou ja, je leert natuurlijk wel heel veel. Zeker als je zo kort in het klassement staat. Kijk, er komt natuurlijk ook meer bij kijken dan alleen het fietsen zelf. En alles eromheen met de media. Met de druk omgaan toch. Je in de ploeg ook opstellen zeg maar naar iedereen toe. En ja, goed, dat is een mooie ervaring geweest voor de komende jaren. Ik heb net in de uitzending gezegd, en dat geldt voor jullie allebei, er gaan nu ongeveer 4800 mensen op welke manier dan ook met een knettergekke vaart in de richting van Parijs. Wij zijn al halverwege. Hoe doen jullie dat? Wij gaan morgen met het vliegtuig. Ja. Oké. Okay. Er moet verschil zijn, hè? Laurens? Ja, dat is ook wel lekker, hè? Dat we morgen een uurtje kunnen vliegen. En dan zijn we er. Maar ik geloof dat we om 10 uur vertrekken en om 3 uur aankomen. Dus het is toch nog wel een reis die langer duurt dan je denkt. En dan de slotvraag voor jullie allebei. Voor het eerst in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk een avondcriterium. Zal dat anders zijn? Wat stellen jullie daarvan voor? Want de wedstrijd begint eigenlijk, ik geloof, pas om 7:30. En de finish zal tegen 10 zijn. Wat gaat dat worden? Ja, zoals ik al zei, ik rijd de eerste 8 criteriums, dus ik zit direct in het ritme, zeg maar. Dus wat dat betreft, dan beginnen we er een dag eerder aan, maar het zal mooie beelden opleveren, denk ik. Het lijkt mij ook. Nou, hartelijk dank dat jullie daar wilden zitten met z'n tweetjes. Ga goed slapen en kom in Parijs aan en dan komen we elkaar morgenavond op de Champs-Élysées tegen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage, jongens. Hoi. Oké. Okay. Bouw en Lau. Waar zitten we?
het eindklassement wat we het voorlopige eindklassement, zo heet dat, Froome. Gaat deze ronde van Frankrijk winnen als hij morgen op de fiets blijft? Dat moet je er wel bij zeggen. De verrassing zit in Quintana tweede, Rodriguez derde, Contador vierde. Dat zijn drie Spaans sprekende achter elkaar. Kreuzinger, Mollema, zes met een gouden randje. Vogelsang, zijn vriend van vandaag. Valverde, die vandaag in de aanval toch. Navarro, toch verrassend dat hij daar ook staat. Weer een Spanjaard. Dan Talensky, die ineens op de tiende plaats staat. En Laurensendam wordt dertiende. Christopher Froome heeft vanavond een persconferentie gegeven, maar voordat hij dat deed, bleef hij nog even bij de finish staan om dit statement af te geven. I can't quite believe that I'm sitting here in this position. It's really is amazing. Yeah, sorry, I'm a bit lost for words. I mean, obviously we've still got to roll into Paris tomorrow, but this is it. This is the GC side of it pretty much sorted out now. And wow, yeah, to finish it off like this is really special. A tough finish with Rodriguez, with Quintana. What went through your mind in those final kilometers? It was quite hard to say to stay on top of it once I got to about 3Ks to go, and it sort of sunk in that this is it now. I've accomplished what I needed to. It was just following the wheels, and well, I couldn't really follow them. I was just overwhelmed with that feeling of okay, this is it now. I'm safe, and I've got pretty much to the finish. And when you crossed that finish line, did you have a thought for someone maybe? Ik heb lots of thoughts for people, but I'll say that for tomorrow. Christopher Froome. Laten we niet vergeten dat zijn machtsgreep begon in de Pyreneeën. Natuurlijk wisten we, hij had alle voorbereidingsrondjes heel goed gereden. Maar hoe zou hij het in de grote Tour doen? Dat was de vraag. We gingen de Pyreneeën in naar Aix-Trois-Domaine. En dat was nou precies het gebied waar hij, de Spaanse klimmer Contador, dacht te kunnen gaan uithalen. Hij had ze geprepareerd. Hij had een fantastische ploeg voor zich neergezet. Hij zou hier, vlak bij de Spaanse grens, gaan toeslaan. En toen kwam die spicht in het zwart. Geboren in Kenia, op school geweest in Zuid-Afrika, gewoond in Italië, in Monaco. En daar was hij, ineens. Niet ineens voor degene die het wielrennen hadden bijgehouden. Maar het is een gek idee om zo'n man uit Kenia daar te zien. In deze euforische houding. Hij wint voor alle geëerde klimmers. Nou, het mooie van die laatste woorden is dat we een menselijke, in ieder geval in emoties, een menselijke winnaar hebben. Een jongen die zich nog emotioneert met de jaren van Indurain Armstrong. Al die winnaars van de zesde keer, die vonden dat eigenlijk wel zo gewoon. En dat de mensen, hij, Quintana nummer twee, die ook in huilen uitbarstte op zijn persconferentie. Mensen die jongens, die is mannen. Die zichzelf hebben verbaasd. Die blij zijn. En ja, terwijl ze op de fiets zitten, al zitten te janken van, het is zwaar natuurlijk, want hij zei ook van al die voorbereidende koersen die ik heb gedaan, Dauphiné, alles wat ik heb gewonnen, niks is te vergelijken op het moment dat je die gele trui aandoet en je die moet verdedigen. Alles wat dan op je afkomt, dat kan niemand in de wereld kan dat ooit begrijpen. En al die druk, die viel vandaag volledig van hem af. Ja, hij is heel geraakt. Ja, dat verbaasde me wel een beetje. Waarom? Omdat het allemaal zo goed gepland lijkt. Hij zei het eigenlijk vorig jaar aan het eind van de Tour. Die Wiggins won al van ja, volgend jaar ben ik aan de beurt. En dat is vanaf dat moment is hij daar naartoe gaan werken. Die hele voorbereiding klopte. Hij won wat hij moest winnen. Hij kwam op niveau op het juiste moment. En dus je denkt, ja, god, alles gaat volgens plan. Dus hij gaat hier ook als een soort robot over de fiets. En dat is toch. Ja, maar het plan was niet echt. Ik bedoel, vorig jaar was het plan. Ja. Dat was echt. Daar was een ploeg die precies alles op de rails had en die alles onder controle had. Ja. Maar dit jaar heeft hij toch wel heel veel zelf moeten oplossen. Bedoel, hij was degene die het op de sleutelmomenten in zijn eentje moest oplossen. Ja, klopt. En de enige keer dat het dus echt gelukt is wat ze wilden, was in de etappe die we net zagen. Ja. Maar dat was wel een van de allerbelangrijkste momenten van de Tour volgens mij. Omdat Froome daar echt laat zien, en dat is altijd de eerste bergrit echt gewoon, ja, ook psychologisch gezien. Ja. Het is, niemand weet waar hij staat. En als Froome daar iedereen zo wegblaast, eigenlijk had hij daar al de Tour voor de helft beslist. Maar hij heeft vervolgens alles in zijn eentje moeten oplossen. Ja. Op de echte belangrijke momenten. Juist, de anderen hadden betere ploegen dan ooit. Contador had de beste ploeg die hij ooit heeft gehad. Movistar was de beste ploeg ooit, denk ik. Die alleen met rib. En hij bijna in zijn eentje. Of het doet met Poorten natuurlijk, die wel van onbetaalbare waarde is. Poorten was de ene dag goed en de andere dag was hij helemaal slecht. Maar dat mag dan toch?
Je mag toch de ene dag goed en de andere dag niet goed zijn? Tuurlijk. Nou, maar ik wil alleen maar aangeven dat het plan wat er was van tevoren, dat het in de Tour eigenlijk helemaal niet zo is, zo goed heeft gewerkt. Hij was Hij was voor hemzelf zeker. Ja. Nou, dat betreft doet die ploeg het waanzinnig goed. Ze hebben wel 2 jaar achter elkaar nu een overtuigende Tourwinnaar gefabriceerd bijna. Met hun methodes die het wielrennen weer een niveau verder brengen van hoe ze die jongens hebben kunnen prepareren. Je rijdt de Ronde van Frankrijk voor de eindoverwinning. Dat mogen duidelijk zijn. Sagan pakt de groene trui. Dat wisten we van tevoren dat dat zou gebeuren. Die kleine Quintana die pakt de bolletjes trui en de witte trui. Maar dan was er ook nog dat altijd terugkomende duel van de grote sprinters. We gaan naar de 12e etappe. Thijs wilde dat graag zien. Waarom, Thijs? Dit moment waarop Cavendish dus eigenlijk ideaal wordt afgezet hier door Stegemans. Hij zit hier nog hij zit echt perfect. Dus hij zit op 200 meter van de streep. Komt hij uit het wiel. En dit is gewoon, normaal gesproken is dit kat en bakje voor Cavendish. En die heeft de afgelopen jaren heeft hij er zoveel gewonnen. En nu is er ineens iemand, en je ziet de blik van Cavendish op de streep. Nu is er ineens iemand die over hem heen komt. En dit is jarenlang niet gebeurd. Dus kijk goed, kijk goed naar zijn kop. Maar die verbazing. Precies, die kijk, blik. Dit. What the shit. Ja. En die, ja. Nou, dat is dus een moment, dit is een moment van een machtswissel. En natuurlijk krijg je morgen weer. En in sprints gebeurt dat keer op keer op keer. Maar het is de laatste jaren gewoon eigenlijk niet gebeurd dat als Cavendish aangaat op het goede moment en hij wordt goed gebracht, dat hij wordt geklopt. Hoe komt dat dan? Iemand beter? De overtuiging bij Kittel ook natuurlijk. Als je de Tour begint de eerste etappe te winnen, is alle druk al van je weg. En dan weet je hoe je... Kun je ook slijten als blow? Ja, dat is een interessante vraag. Kan je slijten als sprinter? Leeftijd slijten. Er zijn heel veel sprinters die... Takis, Cipollini's... Die slijten vanzelf ook. Er zijn heel veel sprinters die de boot ingaan omdat ze wilden proberen iets meer te willen worden dan een sprinter. Ja. Nou, ik denk dat bij Cavendish misschien slijt hij wel omdat hij dit jaar al een Giro heeft gereden. Ja. Maar dit moment, ja, dit gaat hij thuis op zijn koelkast hangen omdat hij... Je hangt misschien wel op zijn koelkast. Wacht even. Dat was dus de 12e etappe. Ja. En dan krijg je dat geweldige revanchegevoel wat dan bij sprinters helemaal telt. En dan is het de 13e etappe. Nou geef ik toe, dit is wel een hele makkelijke etappe omdat Sagan hier heel netjes opzij gaat. Heel netjes opzij gaat. En dan haalt hij hier zijn gram. Ja, maar deze etappe, dit is een heel goed voorbeeld ervan. Want Quickstep gaat dus deze dag niet meer aansturen op een massasprint. Wat ze misschien de afgelopen jaren zouden hebben gedaan, omdat ze weten dat Cavendish, als we die afzetten, dan is het klaar. Dit is juist een goed voorbeeld ervan dat ze dus niet willen dat het een massasprint wordt, maar ze willen juist profiteren van de zijwind hier om Kittel eraf te rijden. Ja. Omdat ze dus nu gewoon eigenlijk niet meer het vertrouwen erin hebben. Wat krijgen we dan morgen te zien? Dat Kittel afgezet wordt en dat Cavendish afgezet. We krijgen morgen weer zo'n duel. We krijgen morgen, de Champs-Élysées is natuurlijk altijd een beetje het wereldkampioenschap voor sprinters. Ja, ik geloof namelijk niet dat Cavendish klaar is. En of dat hij versleten is. Hij heeft dus iemand die qua wattage misschien nog wel sneller is. Op een paar momenten. Ja. Maar goed, dat kan morgen natuurlijk ook weer heel anders zijn. Mag ik even zuur doen? Die allerlaatste tussendoor, die allerlaatste sprint die we zagen, zag je wie de derde eindigde? Achter Cavendish. Dat is de dag wel dat we... Nederland, het dichtste en het verste weg, want hij kon niet winnen, Bouke, die dag. Dat we het dichtste bij een etappe-overwinning zijn geweest. En Van Poppel één dag. Ja. Dus zeker derde. We hebben de euforie met deze jongens die volledig terecht is. Maar we zitten weer een Tour sinds Wening. Wat zei dat? 180 etappes. Dat we Portugezen winnen, Colombianen winnen. Noren winnen. Iedereen en alles wint. Morgen zullen wij daar niet staan, maar misschien dat we een herhaling krijgen van 2009... waarbij ik moet zeggen dat de hoofdprijs uitgaat naar de collega's van de Franse televisie. Als je het zo in beeld brengt, een sprint, dan is het prachtig. Er rijdt dus een motor op een afgezet stukje. Champs-Élysées rijdt mee. Mijn heer, wat een overmacht. Niet op de foto heet dit. Kijk eens aan, de rest op achterstand. Nou, dat was 2009. Dat was een andere ploeg, die is er al niet meer. Die shirtjes die kan je al in antiquiteitszaken kopen. Wat is de dag van morgen nou eigenlijk precies? Morgen is de traditionele rit naar Parijs. De paradetocht voert over 133,5 kilometer van kasteelstad Versailles naar de Champs-Élysées. Een tocht die terug doet denken aan 1789, de Mars van de Vrouwen op Versailles.
Koning Lodewijk XVI werd door een woedende menigte, waaronder veel vrouwen, uit zijn riante paleis in Versailles gehaald en naar Parijs gebracht. De revolutionairen vonden dat de leider onder zijn onderdanen moest leven en de honger en armoede van het volk van dichtbij moest kunnen aanschouwen. Als Lodewijk XVI nog geleefd had, was hij morgen waarschijnlijk in bed gebleven. Het is namelijk de 21ste etappe en dat op 21 juli. Als kind was Lodewijk al door een astroloog gewaarschuwd voor het getal 21. Uit angst deed hij nooit iets belangrijks op de 21ste van de maand. Maar ondanks zijn voorzichtigheid overkwam hem de grootste narigheid op de 21ste. Op 21 juni 1791 werd hij met zijn vrouw opgepakt terwijl hij aan de revolutionairen wilde ontsnappen. Op 21 september in het jaar erop werd de monarchie officieel afgeschaft. En op 21 januari 1793 volgde het laatste oordeel op een steenworp afstand van de finishplek van morgen. Look, Louis, the French people really want to thank you for your services as king, but it's just not working out and we've decided to go another way. So yeah. Richard de Wild en Tom Lagerberg tekenden in deze ronde van Frankrijk voor de dag van morgen. Heren, dank je zeer. Ik wil nog even terug, ik moet het heel snel vertellen, ik wil dat u het ook weet. Het is een hele kleine anekdote van Vogt, van die Duitser, van die 41-jarige man. Die rijdt Alpe d'Huez op. Er is een jongetje dat aan de kant van de weg vraagt om zijn drinkbus. Vogt ziet dat, pakt de drinkbus en gooit die als het ware naar het jongetje toe. Een grote man staat naast het jongetje. En pakt de drinkbus. En in zijn ooghoek ziet Vogt dat. Hij hoort ook dat er wat gebeurt. Vogt rijdt nog even door en denkt dat kan niet. Hij draait zich om, stapt van zijn fiets af en spreekt de volwassene aan en zegt: het is voor dat jongetje. Ik wil dat u die bus aan dat jongetje teruggeeft. Gebeurt. Echt. Mooi, hè? Weet je wat Vogt gaat doen na zijn carrière? Hij gaat een boekenantiquariaat beginnen. En hij hoopt dat er heel weinig klanten komen, zodat hij zelf kan lezen. Kan rustig gaan zitten lezen. Maar het is wel een unieke man. Ik had er straks te weinig tijd voor. Alles is goed doordacht, correct, hoop ik. Nou, het werkt de sport. We hebben het vaak over de romantische kant van de sport. Maar het zijn wel anekdotes die die sport dicht bij de mensen brengen. Waarom die bergen zo vol staan. En waarom dat jochie de rest van zijn leven verliefd zal zijn op die Jens. En de mensen die daar omheen stonden, die met een geweldig applaus hem tegen die berg op zijn gegaan. Over verhalen in de wielersport gesproken. Hier is Joost. Zo eens in de zoveel tijd begint een renner eruit zichzelf over. Alsof hij het niet meer voor zich kan houden. Alsof de omerta voor hem niet langer bestaat. De wereld moet dit weten. Deze misstand dient aan de kaak gesteld. En altijd is er wel een journalist in de buurt die dankbaar noteert wat de coureur op zijn lever heeft. De lezers zijn verbijsterd. Zij wisten dat de achterkant van de koers donker en stoffig was, maar zo erg. Ook het niveau van de Franse hotelkeukens is crimineel, in elk geval in 1962. Het is de ochtend voor de 14e etappe Luchon-Carcassonne als een gerucht gaat door de straten van de startplaats. Ze zijn allemaal ziek. Het is waar, meer dan 20 renners zijn die nacht in hun hotel niet goed geworden. Onder hen de grote Italiaan Gastone Nencini, maar ook bijna de volledige ploeg van Wiels Groene Leeuw. Vrijwel alle slachtoffers van dit mysterieuze virus hebben gelogeerd in Hotel Continental. Willy van Itzen, de sprinter van dienst bij Wiels Groene Leeuw, vertelt aan wie het maar horen wil over de vis die de renners de avond voordien bij diner geserveerd gekregen hebben en die niet uitblonk in versheid. Toerdokter Pierre Dumas wikt, beschikt, stelt de start van de etappe uit, maar beslist uiteindelijk om toch van start te gaan. Met een peloton vol renners die niets binnen kunnen houden. Het wordt een wanvertoning. Junkerman, de kabouter en al die anderen, hun benen lijken gevuld met de dikste brinta. Hun ogen staan glazig als toeschouwers van een hypnoseshow. Om de haverklap gooien ze hun fietsen in de berm en verdwijnen in de bosjes.
Zij weten dan nog niet dat bekend geworden is dat er de vorige avond in Hotel Continental geen vis op het menu heeft gestaan. Tourdokter Dumas kan niet anders dan concluderen dat het aan het geheime menu van de renners zelf gelegen heeft. Maar daarover zwijgt de Omerta dan weer als het graf. Deze vertelling van Joost Prinsen, geschreven door Frank Heijnen en geregisseerd door Pascal Clement, was blijkbaar zo leuk dat we hem twee keer in deze tour hebben uitgezonden. Dat is ook wel aardig. Nu zegt iemand in mijn oor, dat is niet waar, maar ik heb er toch naar zitten kijken. En hier hebben we andere... is dan een stukje filmpje. Nou, doet je denken aan het PDM-verhaal waarschijnlijk. Dat die ook ziek werden van het eten in een hotel ooit. Ja. Oké. Goed zo. Edwin, bocht 7. Er zijn mensen die zich walgend afdraaien en denken van, wat een kermis. Nou ja, iedereen moet doen wat hij zelf vindt. Zolang, er is geen enkel ongeluk gebeurd. Dus zolang ze, het grote voordeel van bocht 7 was dat ze met zoveel waren dat ze niet als gekken langs die renners konden blijven rennen. Dus het was gewoon één grote haag. Wij Nederlanders zeg ik altijd, zijn heel goed in om feestjes vooraf te bouwen. Om onszelf altijd als de grote favorieten van welk wereldkampioenschap, Tour de France of wat dan ook, te beschouwen. Zonder dat we hem zullen winnen of al heel lang niet gewonnen hebben. In dit geval ook wel gevoed door de renners zelf. Ja, maar dat is fantastisch natuurlijk. Dat mensen naar die berg trekken. We weten dat Frankrijk, wij leven een programma's avondetappen toch ook van dat enthousiasme voor Frankrijk. En dat mensen die berg op gaan. En ja, het zijn waanzinnige beelden. En de wereld staat ervan versteld. En het blijft een leuk gezicht. Alleen wat ik net zei. Het helaas, ja, nu met een echt werkelijk prachtige zesde plaats van Bauke. Maar ik zou toch vaak, de fietsnatie die we zijn. Nergens behalve China wordt zoveel gefietst. Ik zou dat toch wel iets vaker gevoed willen zien door gewoon zo'n goede etappe-overwinning. Met uitslagen. Ja, gewoon. Jij zat straks aan tafel. Zat jij een beetje voor jezelf uit te praten over hoe komt dat nou, dat gevoel wat wij Nederlanders hebben? Ja, we hebben dat natuurlijk niet alleen met wielrennen. We hebben dat ook met voetbal. We hebben dat eigenlijk met een hele hoop. Koninginnedag. Het is toch jezelf als kleine natie opblazen en groter maken. En ja, vanuit een soort minderwaardigheidscomplex misschien wel. Jezelf groter maken dan we eigenlijk zijn. Stoort het je? Nee hoor, helemaal niet. Als ik die mensen daar zie en hoeveel lol ze hebben. Nou, ik vind dat ze zich altijd. Maar, dat ook altijd gewoon. Eigenlijk uitstekend. Ik vind dat het wel echt soms te ver gaat. Ik bedoel, ik vind prima, iedereen moet. Ik heb daar ook vaak genoeg gestaan. Ja. Ik vind dat het wel ophoudt bij de grens dat de renners niet meer worden gerespecteerd. En op het moment dat de renners worden uitgenodigd. Nou ja, niet per se in bocht 7 hoor, maar wat we deze tour hebben gezien en wat eigenlijk een bevestiging is van de afgelopen jaren, is dat er heel veel mensen bezig zijn met zelf op televisie komen, met boer roepen naar renners, met bier gooien naar renners, met renners slaan of spugen. Ja. Maar dat vind ik wel echt, daar moeten we wel echt over nadenken. Het is een eigen feestje geworden, niet van de renners. Dit gaat echt, dat het niet fout is gegaan op Alpe d'Huez is een wonder. Wat zeggen we zelf al tegen Froome? Nou, ik weet niet, het wordt wel erg. En zeker door social media, zeker omdat mensen met fotootjes en telefoontjes langs de kant van wil de toerdirectie het zelf ook niet een beetje? Natuurlijk, man. Het is toch mooi om te zeggen. Vanaf 2 kilometer staat er een hek. Ja, maar doen ze dat niet bewust? Want het levert voordeel, spectaculaire zeker beelden. Ja, maar het levert spanning. Totdat het een keer te ver gaat. Totdat het jongetje in plaats van nu net niet tegen Froome aanloopt, net wel tegen Froome aanloopt en dat Froome valt en precies de sleutel mee inbreekt. Ja. Jij wilde vloek in de kerk. Nou, een klein beetje. Omdat wat ik wel vind, het gedrag wat we nu, vind ik sinds zeg maar het EK 1988 vertonen, toen we heel spontaan de straat op gingen met z'n allen, toen we van Duitsland wonnen, die Mannschaft. Eigenlijk sindsdien het gedrag wat we vertonen massaal, het nationalisme, het oranje nationalisme, wat voor gelegenheid dan ook, daar werden we vroeger heel allergisch van als de Duitsers dat deden bijvoorbeeld. Moet je die Duitsers bezig zien, Mannschaft, en of we lachten om taferelen in Zuid-Amerika, moet je die gekke Zuid-Amerikanen het feest vieren zien en we vonden het allemaal maar komisch en zo. Nou ja, maar nu eigenlijk zijn wij zelf allemaal. Of jouw Basken op de Pyreneeën top, hè, die dat natuurlijk ook deden. Ja, oké, maar die zuipen zich niet helemaal klem hoor. Nou, ze drinken niet. Wietwalmen. Dat wel, ja. Wietwalm roken wel. Ja, wietwalm. Als je tussen die basket doorrijdt, dan rij je echt door een wietwalm. Oké. Okay. Wietwalm. Ik ga allitereren. Een wietwalm en waaier rijden. En Wagendorf. Ja? Hier en Wagendorf, ja. En Thijs Wonneveld, die vond dit eigenlijk de mooiste etappe. Ja, vanwege eerst rijdt Valverde lek. Ja, dit is uiteindelijk misschien wel een sleutelmoment geweest in de Tour. Omdat hier staat Valverde tweede. Ja.
Costa moet op hem wachten. Ja? Die stond ook in de top 10. Als Valverde niet was lekker gereden en Costa en Valverde hadden hier niet 10 minuten verloren, dan hadden we een totaal andere Tour gekregen. En dan namelijk met een Movistar dat zich misschien niet zozeer richt op bijvoorbeeld een etappezegen als van Costa. Maar dan krijg je misschien veel meer strijd om een gele trui ook. Nou, hoe ver was het hier? 100 meter? Dit is 150 meter. Dat komt hij tekort. Dit had de hele Tour totaal een ander gezicht gegeven als Valverde hier in de eerste groep had gefinished. Maar daar is dus de wind. En de wind bepaalt wat er die dag gebeurt. Dan wordt het, zoals het zo fraai heet, in waaiers getrokken. En echt, er zijn mensen die dat heel prettig vinden. Kittel en Valverde zien in dat ze van de natuur nooit kunnen winnen. Dit is voor mij het plaatje van misschien wel de Tour. Drie waaiers. Ze kunnen elkaar ruiken en aanraken, maar ze kwamen geen centimeter dichterbij. Woedend was de ploegleiding van Movistar, Arrieta en Unzué, de manager, op Valverde. Ze hadden opdracht gegeven, de drie topjongens, Rui Costa, Quintana en Valverde. Wat er ook gebeurt, jongens, fiets wisselen. Niet gaan lopen kloten met... Hij probeerde zijn achterwiel te wisselen, dat duurde nogal lang. Ze hadden gezegd, wat er ook gebeurt vandaag, fiets wisselen en daarna zoeken we het wel uit. Er zat geen auto achter. Nee, maar dan pak je een fiets even van een ander. Ja, ik geloof niet dat er heel veel mensen daar bij hem in de buurt zaten die met dezelfde maat fietsen. Sneller. Nee, dat maakt niet uit. Dan rij je maar een tijdje door even. Ik weet niet of dat kan. En dan als je terug... Maar je verliest 30 seconden minder. Ja. Je blijft dichter bij het peloton. En daarna krijg je je eigen fiets wel weer. Tussen de auto's. Goed. Ik zeg nu... Ik gooi de naam op tafel. Quintana. Wie? Ja, als ik één ding mag vertellen. Die Quintana is een Colombiaan. De Colombianen, daar zitten altijd mooie verhalen aan. Dat was vroeger al zo met Parra en met Mejia. Deze Quintana die is geboren in een dorp op 2700 meter. Dus dat is al een enorm voordeel. Als die man nu bij zijn ouders op bezoek gaat, dan gaat hij op hoogtestage. Die moest naar een school. Die lag 18 kilometer naar beneden. Maar die moest hij 's middags weer terug. Dus die fietste dan elke dag 36 kilometer, waarvan 18 kilometer... tegen een percentage van 8%, waarbij hij soms ook nog zijn zusje, dat Lady heette, op de stang had. En dan wil het allermooiste van het verhaal is dat hij dan vaak toch nog eerder op school was dan de schoolbus. En dit is van die verhaal, die moet je niet doodchecken, maar die moet je koesteren. Hou dit verhaal zo. Hij deed het bovendien, we gaan het nog mooier stang maken. Hij deed het op een hele oude, zware mountainbike die zijn vader had om de koeien te gaan inspecteren in de weilanden boven op de berg. En de ouders konden de schoolbus niet meer betalen. Maar er is er nog één. We hadden het net over eten in dat hotel, had Joost Prinsen het. Zijn moeder zegt, Doña Eloisia, dat hij zo sterk is... vooral door het bidden voor God en het eten van het platteland, de kippen die ze aten. En zijn moeder is heel belangrijk geweest, want het schijnt dat Quintana, toen hij net geboren was, of vlak voordat hij geboren werd, kreeg hij een vloek over zich. Dat heet de Tentado del Difunto. Ik heb vandaag Colombiaanse kranten doorgespit. En dat is de verleiding van de doden. En dat is op het platteland in Colombia, dan wordt er iemand begraven en dan omhels je die iemand. Als je dan kort daarna je hand die de doden heeft aangeraakt, legt op de buik van een zwangere vrouw wat haar overkwam, dan wordt het kindje doodgeboren. Nairo had doodgeboren moeten worden. Is de eerste 3 jaar van zijn leven heel erg ziek geweest. Want dat was de vloek van de doden die ze hadden aangeraakt. Hij is opgestaan uit de dood. Heeft 5 jaar geleden nog 5 dagen in coma gelegen na een ongeluk. En nu staat en hij vandaag, in Colombia. Vandaag. Mooi, ja, feestdag in Colombia. Hij wordt tweede, hij wint wit, hij wint bolletjes. En hij is de held van dat gekke fietsland. Bolletjes. Oh ja, bolletjes. De eerste debutant op het podium sinds Roemzas, hè? Sinds 2002. Met Roemzas ging het niet zo goed later. Nee, maar daar zullen we het nu niet over hebben. Er was nog even iets van de 80-jarige oorlog te merken tussen Spanje en Nederland. Het was ploegleider Verhoeven had iets geroepen over Spaanse renners. En toevallig liep een van onze camera's liep rond. En daar was Mark Messiris van de Volkskrant ook bij betrokken. Nou, dat blijft. Mag ik wel wat vragen over de etappe van vandaag? Ja, kijk, en omdat je daarmee begint, omdat je dat interessanter vindt, heb ik ook de zin in om jou verder aan te doen. Maar ik zeg niet dat ik het interessanter vind. Nee, maar je begint wel over het eerste of het andere. Ja, klopt. Want dat vind je interessanter. Nee. En dan moet je mij niks meer vragen. Nou, dan vraag ik jou niks meer. Ja? Goed. Nee, dat is goed. Lekker wezen. Hoor het dan. Was de ratten en welke? Kijk. Alle lontjes worden een heel klein beetje korter. We zijn allemaal hartstikke moe. Parijs, dank je Joop, is nog ver. En dus hebben we hier voor alle rust de rebus. You might know I'll be original.
Mail het antwoord naar tourquiz@nos.nl en maak kans op mooie prijzen. De oplossing van gisteren. David Bowie zingt hier Rebel Rebel. En dit is de hit van Vera Lynn. Rebel Lynn. Rebellin. Ja, jij zit te lachen nou, maar nu pas heb je hem goed niet. Gisteren. Nee, ik weet het wel. Bert wil ze volgend jaar maken. Overigens, deze rebus wordt gemaakt door iemand die zichzelf de dorpsgek noemt. En wij noemen hem ook wel Martijn Hendricks. Utrecht is een groot dorp. Ik dacht samenwerking met Herman van der Zand, dacht ik. Ja, die heeft er wat mee te maken. Henk van der Boogaard uit Uden, want u spreek ik nu helemaal aan. U heeft dat gewonnen. We zijn bijna in deze Kaaf de Patriarch toe, waar we overigens, jongens, weten jullie dat een van de mooiste Meursault's van Boon voor ons hebben staan. We hebben nauwelijks door hoe goud dit goud is. Wil ik nog één ding weten van jullie, alle drie, kort. 6 maanden geleden leek wielrennen in de goot te verdwijnen. Doorgespoeld, uitgewassen, weggegooid. En nu? Ja, wielrennen is nooit kapot sowieso. Maar ik denk dat voor Nederland, vooral in Nederland is het in de hele winter nogal zwaar geweest met alle dopingverhalen. En terecht. En ik denk dat vooral in Nederland de focus weer is gekomen op het wielrennen zelf door de prestaties van de Nederlanders in de Tour. En hoe is dat in Spanje bijvoorbeeld? Daar hebben ze wat meer afstand genomen. Spanje kent alleen maar winnaars. En als ze niet winnen, dan zijn ze niet zo blij. Dus derde plaatsen, daar hebben ze eigenlijk niks mee. Ze hebben ook niet, en dat is wel een beetje Spanje-achtig en katholiek-achtig, geen berouw getoond over de daden. Spaanse tv is hier niet eens aanwezig. Maar het enthousiasme voor de Tour blijft altijd groot. Maar ik denk dat vooral Nederland zijn we kritischer geweest. Ook denk ik dat hele doping is gedaan omdat Nederland eigenlijk geen beroemde positieve gevallen had. Spanje zijn alle grote, alle winnaars zijn al eens gestraft geweest. Valverde, de Contador, daarvoor. In Durain bijvoorbeeld. Dat is wel heel lang geleden natuurlijk. Ja. Ik weet niet of je zo ver terug moet gaan of er nog dingen gevonden kunnen worden. Maar ik ben blij zeker met Nederland. En Laurens ten Dam kondigde het al aan, de gekte in de criteriums. Het is mooi weer, zwoele zomeravonden, rondjes rond de kerk. We bestaan weer, of niet? Bert, wij bestaan weer. Nou, ik vind dat je deze Tour vooral moet ophangen aan Froome. En ik heb het van tevoren gezegd, ik vind Froome een gedroomde winnaar van het wielrennen 2.0. Zelfs mijn vriend David Walsh heeft vandaag verklaard. Ik heb het 8 weken onderzocht, zei hij. En in deze ploeg komt doping niet voor. Maar ja, als hij dat zegt. Ik geloof dat. Ik geloof dat Froome een schone winnaar is, ja. Bert, doe nou niet aan geloven of niet geloven. Meer kan ik niet zeggen. Feiten zijn dat geen positieve controle. Er is geen enkel positieve controle tot nu toe. Maar dat is het feit. Er is geen enkele positieve controle. Er is geen reden om hem zwart te maken. Maar je hoeft niet te zeggen... Ook geen positieve controle. Maar je hoeft niet te zeggen dat je ergens in gelooft. Zullen wij dan... Daar maar op drinken. Geen positieve controle. 4 Nederlandse wielergekken in een kaaf in Boon. En 1 mevrouw.